Hey, hallo, welkom terug. Dutch Dragon hier. We spelen Civilization 5 met het Byzantijnse Rijk. We zijn nog steeds bezig om Constantinopel uit te breiden. En daarvoor is onze settler in productie. Die is bijna klaar. Ik heb ook al een mooie startlocatie gevonden. We kunnen hem hier ergens neerzetten. Dat brengt hem wel vrij dicht bij het Rebel Camp. Hier zou ideaal zijn. Daarmee fungeert hij namelijk ook meteen als een soort verbinding tussen de twee zeeën. Mocht dat niet lukken, kunnen we ook altijd nog voor deze kiezen. Dus we moeten even kijken wat de mogelijkheden zijn. De Polen hebben hulp nodig. 36 goud lost blijkbaar al hun problemen op. Maar daar gaan wij niet voor betalen. Great library has been built. Oké. Dat ik deze even terughaal. Dan kan hij mooi straks die settler begeleiden op weg hier naar boven toe. Dan hopen dat die settler geen rebels tegenkomt op het eerste stukje, want hier zit ook een kamp. Dus dan wordt het met deze langzaam teruglopen. Of toch nog even een ruïntje meepakken. The haft of the arrow had been feathered. Free tech. Archery. Zo meteen archers gaan bouwen. Is niet eens zo slecht om dat gelijk te doen trouwens. Range strength 7. Ik bouw even in Spearman. Daarmee kan ik hem ook een beetje beschermen. Nou nee, we gaan trouwens eerst voor de piramides. Daarmee krijgen we extra workers. Die extra worker kunnen we dan meteen hier inzetten. En met onze culture zijn we nog steeds bezig om deze vrij te spelen. Dus dan hebben we ook weer een worker nodig. Ik doe altijd één worker per stad. Dus dat zou er mooi uitkomen. Nou, so far geen rebels in beeld. Ja, hier wel, maar ze moeten door de jungle. Dus ze kunnen maar één stapje zetten. De offerta non sarà valida per tanto een tempo. Een embassy uitwissel. Prima. Top. Hij kan verder richting huis. Nou, als dit ook een mooie plek is, ben ik het wel mee eens. Maar ja. De beide steden aan deze zee. Het is juist handig om er ook eentje daar te hebben. Run. Ah, dat is mooi. Scout van Polen. Kan ook als een soort bescherming fungeren. Even kijken hoor. Hier nog een plantage. Nee, wacht even. Het is nu te laat. Om ook hier naartoe kunnen brengen dat we dit deeltje hadden gekocht, kunnen we sowieso wel doen trouwens. En dan op production zetten. Dan gaat die piramide wat sneller. Waar hij nu zit, dat is een slechte plek. Iets hoger zou wel beter zijn, moet ik zeggen. Hoewel deze ook niet slecht is. Ja, dan denk ik toch dat we hem hier neerzetten.
3 bergen. 4 bergen. 5. We kunnen hier nog voldoende grasland maken. Ja. De computer geeft zelf ook aan dat dit een prima plek is. Dus bij deze. En het eerste wat jij gaat bouwen is een shrine. Voor extra faith. We moeten dus 300 halen om een great profit vrij te spelen. 20. Dat is minder. Trouwens even instellen dat we dat ook willen. Zo. Even kijken, wat is er aan de hand? Enemy inside barbarian camp. Hij kan schieten. Deze. Dood, maar dat, ja, dan wordt het een genadeklap. Dus weer een beetje experience en 8 extra culture, altijd handig. 10 zelfs. Het is een iets sterkere unit, dus krijg je langzaamaan meer bonus. Dus er komen de rebels nu van alle kanten. Die echt een tweede militaire unit gaan bouwen, zometeen toch een archer. Hier een probleem nu. Want hij kan in 2 stappen hier zijn. Dan kan hij hem gevangen nemen. Dat hebben we voor de zekerheid even gedaan. Hè? Ik heb niet vergeten om deze af te bouwen. Hij gaat waarschijnlijk de mijn hier vernietigen. Daarmee hield hij ook een beetje. Nee, bij lange na niet zelfs. De meest progressieve mensen, oftewel wie heeft de meeste tekst geresearch? Polen staat blijkbaar helemaal bovenaan. Dan China, dat zijn wel de twee die op ons continent zitten. Wij staan vijfde. Sorry, dit is trouwens niet tech, maar de meeste social policies. Het is logisch dat Polen daarin bovenaan staat. Want hun speciale vaardigheid met dat volk is dat als je in een nieuwe era komt, qua research, mag je één policy kiezen. Zij zijn ongetwijfeld ook al één era verder dan de begin era, dus vandaar dat zij voorlopen. Oké, weer een rebel minder. Ik zie trouwens een kamp, laten we daar maar meteen naartoe gaan. Oh, ze zijn die verslagen. Dat hij daar veel over heeft, maar ja, goed. Dat lijkt me wel genoeg. Yes, mooi. National Wonder found. Great Reef. National Wonder is, sorry, ja, een Natural Wonder moet ik eigenlijk zeggen. We hebben allerlei speciale bonus-eigenschappen. Ze leveren sowieso happiness op, zolang ze binnen je gebied vallen, of als je ze ontdekt hebt, volgens mij ook. Ja, plus 1, de ene laatste groene voor Natural Wonders. Deze levert ook research op. Je kunt zo ook bijvoorbeeld de berg Sinaï vinden. Waar volgens de Bijbel het Joodse volk die gewoon ontdekte. Die levert extra faith op. Zo is er ook iets met extra eten en dat soort dingen. Je kunt dus van alles tegenkomen. Deze gaat even healen. Jij kan doorgaan met bouwen. Nog 5 beurtjes. Nog meer rebels. Het houdt niet op. Bob.
Eentje maar, oké. Hij is volledig hersteld. Dat betekent dat we hier dit Rebel Camp uit kunnen schakelen, als dat aan mij ligt. Deze groep zal het waarschijnlijk net redden. Nee, zet zelfs mee. Even slaan hem. Mooi. 8 culture erbij. En dat brengt ons weer een stapje dichter bij de settler. Waarvoor we trouwens nog een plekje moeten vinden. Nog meer rebels. Nou, laten we maar één keer slaan. Legend Founded. Isme. En die is blijkbaar ook gelijk enhanced. Dat is knap. Normaal als je een religie found, moet je opnieuw een Great Prophet bouwen om hem ook te enhancen. Maar ik heb blijkbaar op de een of andere manier twee Great Prophets gehad. Het kan via een wonder, maar de kans dat hij dat wonder al gebouwd heeft is heel klein. Want dan zou hij al de Great Temple gebouwd moeten hebben. Ja, het zou kunnen. Als hij alles hierop gefocust heeft in het begin en hieronder. Kijk, als je al deze tags overslaat en meteen deze route neemt, dan zou het kunnen. Dat zou betekenen dat hij militair gezien ver achter ligt. Ik probeer altijd redelijk gebalanceerd, nou in ieder geval in het begin geloof te pakken. En daarna wat meer de economische en militaire kant op te gaan. Deze mijn is af. Gaan we dan eerst deze herstellen of bouwen we hier door? Ik stel voor dat we hier eerst maar even doorbouwen. Dan kan jij deze groep ook afmaken. Nou, dan hebben we toch aardig wat de rebels verslagen. Ik denk al 5 of 6 van die groepjes. En dat levert dan dankzij die honor policy toch mooi wat extra culture op. Die je anders mis zou zijn gelopen. En hier staat het volgende doelwit alweer klaar. Deze uitschakelen. Gelijk als voordat dat er geen nieuwe onze kant op komen. Althans, tot er een nieuw kamp is. Ook nog wel een interessante plek om hier die tweede stad te bouwen. Plantation, there we go. 4 turns voor de pyramid, zou moeten lukken. Archers zijn heel handig, met name als ze in de stad staan, maar als ze eenmaal zo aan kan vallen, dan bijna snel vanaf. Great Lighthouse, ook een wonder. En daarmee hebben we best wel wat geld, daar zouden we nog een settler kunnen kopen. Bijna, helemaal. Helemaal. Dat gaan we niet doen. 3 beurtjes en we hebben hem. Laat ik hem healen. En dan ga ik... Oh, dat is jammer dat hij daar al zit. Ik had graag die zilver gepakt. We kunnen hier nog wel een stad pakken met citrus. Maar dat levert natuurlijk niks op. Want citrus hebben we al. Dus waar gaan we dan onze volgende stad bouwen? Hier. Wijn. Zilver. Als we hem dan... Op die iron bouwen. Beetje zonde van de iron zou je zeggen. Maar als je de stad erop bouwt, dan krijg je hem ook. Dan ligt die binnen bereik. En deze. Hebben we alleen geen bergjes hier. Voor de productie. Nou, dat valt trouwens ook wel mee. Die twee komen uiteindelijk ook wel binnen ons bereik. Dus hier dan. Maar dan ligt die wel ver weg van de rest. Dus militair gezien niet zo handig. We zouden hem ook nog hier kunnen bouwen. Dat we hier het zilver claimen. Nou, voorlopig eerst maar even hier. Pyramid zijn we ons. Als iemand hem nu afmaakt, het zou heel vervelend zijn. Nee. Top. There is only one good. Deze is ook af. Dat betekent dat we gelijk doorgaan voor het volgende. Dat is de Oracle. Daarmee krijg je een gratis social tech. Goed. 2 gratis workers die nu ook nog sneller werken. Ik kan eigenlijk wel eentje hier naartoe sturen zometeen. Kan hij die gelijk begeleiden.
kunnen we misschien jouw oproep gebruiken. Nou, jij bouwt een boerderij. Jij maakt de plantage af. Jij gaat daar zo meteen de mijn repareren. De volgende tech die we gaan onderzoeken is sailing. Dan kunnen we het water op. En daar is hij dan, onze gratis settler. Twee turns, zo gedaan. Kunnen we hier ook nog een berg bouwen? Wat mij betreft. En dat is de Great Prophet. Maak ons een stapje dichter bij het geloof. Found religion. Even kijken, boeddhisme is al geclaimd. Verder nog niet zoveel. Ik ga voor het Oost-Orthodox. Dat had tenslotte Byzantium als officiële hoofdstad. Dus dat komt dan historisch mooi overeen. Normaal kun je twee bonussen kiezen. Maar omdat wij dus Byzantium zijn, mogen wij hier een derde kiezen. Dit mag een ander volk normaal niet. De timer gaat af, dus het is tijd om de episode te eindigen. Geef mij de gelegenheid om even na te denken wat ik ga kiezen. Mocht je tips hebben, lieve comment. Mocht je dit een leuk kanaal vinden, vergeet dan niet om te subscriben. Tot de volgende keer. Fijne dag.